Helemaal welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een kledingkast opruimvideo. En ik ga ook gelijk eventjes mijn canvas tasjes en zo uitzoeken. En hier ga ik wat dingetjes van uitzoeken. Dus mijn badjas en zo. En ik ga even kijken wat ik hiervan nog wil houden. En mijn zusje schaduwjurk hangt er nog. Die moet ik steeds verplaatsen. En ik ga mijn kledingkast zomaar ready maken. Maar de tijd dat deze video online komt, is het al lang zomer en is het al bijna zomervakantie, is dan al bijna voorbij. Het is nu de 23 juni. De video dat deze online komt is waarschijnlijk in augustus of zo. Dus dan weet je dat het daardoor komt. Nou, mijn truien hou ik eigenlijk allemaal. Die zijn gewoon nog goed. Die draag ik ook allemaal nog. Dus die hou ik gewoon allemaal. Nou, hier hangen ook spullen tussen die niet van mij zijn, maar deze doe ik weg. Die zou mijn oma nog gemaakt hebben, maar hij zat sowieso te krap. Dus deze doe ik weg. Die ga ik gelijk even vast in de vuilniszak doen. Ik kan hier weer terugkomen van nee, ik wil hem toch houden. Want ik pak hem niet omdat hij stuk is. En ook als hij wel gemaakt wordt, dan pak ik hem waarschijnlijk nog niet omdat hij gewoon eigenlijk te klein is. Dat is nou ook niet van die structuur. Maar even kijken. Hier is hij helemaal stuk. Dus dat doen we gewoon even lekker weg. Nou, deze houden we, ook al draag ik hem niet zoveel. Deze houden we ook gewoon, dat is een super goede trui. Een kersttrui houden we uiteraard ook. Een zomerjurk, die hang ik even vooraan. De korte mouw dingen hang ik allemaal even vooraan, want die trek ik gewoon nu aan. Nou, niet nu, maar gewoon tijdens het jaar. Dit niet. Deze is nog aan. Ik weet niet of ik hem überhaupt nog pas, maar ik heb hem al sinds vorig jaar niet meer aangehad namelijk. Maar ik hang hem er maar wel gewoon bij. Nou, deze hang ik er ook bij, omdat hij, ondanks dat hij drie kwart mouw heeft, is hij wel gewoon luchtig. Deze niet. Deze wel. Kijk, en mijn echte kerstige dingen, ook al zijn ze lange mouwen, die hang ik niet erbij. Maar dat is dan meer omdat ik ze gewoon voor netjes wil bewaren. Nou, dit is mijn gedeelte alweer. Qua hanggedeelte eigenlijk. Dus één dingetje weg. Tenminste, ik ga even nadenken wat ik nog hier van iets weg wil doen. Ja, ik denk stiekem toch deze. Ook al heb ik die van mijn ouders gekregen. Deze gaat denk ik weg, want hij is wel mooi, maar zit bij de boobies net iets te klein. Deze vind ik mooi, manneskin is, maar ze irriteert me gewoon echt aan die mouwtjes. En, nou ja, ik irriteer me niet aan, maar ik merk dat ik er van afgeleid word. Dus dan kan ik niet heel erg, nou, hier is niet zo heel erg handig dan als ik hem aandoe. Dus pak ik deze dingen allemaal nog. En deze heb ik net niet gevoegd aan de kast, dus de twee niet. Ja, ik denk het wel. Anders van de winter doen we het weer, dus. Deze gaan dus weg. Ik ga niet eens aan mijn zusje vragen wat ze wil, want dan zegt ze ja, en vervolgens pak jij ze ook nooit. Ik kan het eventueel naar de kringloop brengen, maar daar krijg ik geen geld voor, dus ga ik niet doen. Ik wil heel graag een keer op de rommelmarkt staan. Eigenlijk volgend jaar, maar ik denk toch, omdat ik dan heel veel spullen moet bewaren. Ik voel eigenlijk april weer dat ik dat niet ga doen. Dat ik gewoon spullen die ik wilde verkopen. Of gewoon als ik met vrienden ben. Of dat ik dat via Marktplaats ga doen. Of via Instagram of zo. Of via Vinted. Dit ga ik niet op Vinted zetten, want dat vind ik gewoon te veel werk. En ik denk ook niet dat heel veel mensen dit willen kopen. Als ik heel erg ben. Het is gewoon namelijk echt oude zooi. Ja, oude zooi niet. Maar niet zo wat ik bedoel. Het is hier echt bloedwarm aan het worden. Ik heb alle ramen en deuren dicht zitten. Dus niet heel erg. Ook hier even weg doen. Nee.
wordt wel een ding. Laten we maar gewoon beginnen met het bovenste. Moet ik echt een kruk verpakken? Toen was ik een beetje gehaast overkom, maar mijn geheugen zit bijna vol. Dus ik moet even opschieten. Nou, deze haal ik denk ik gewoon. Het is ook eerst dat ik mijn kast pas weer uit ga zoeken en openmaken nadat er hier geklust is. Dus het kan zijn dat er hele stofwolk eruit komt. Daar ben ik een beetje bang voor. Maar goed, we zullen zien. Nou, deze ook. Deze hou ik ook, die zit gewoon lekker. Lekker floefie. Ik denk dat ik... Nee, ik wil zeggen, ik denk dat ik deze weg ga doen. Maar ik denk dat ik het met de andere ga doen. Gezien ik heel erg van hoodies hou. Nou, deze bewaar ik ook gewoon, want hij is kropt, maar is gewoon wel lekker warm. Deze ga ik weg doen, nu eindelijk, omdat ik hem eigenlijk gewoon niet eens... pak. En deze ga ik met pijn in mijn hart ook weg doen. Het een omdat mijn moeder het echt een cream vindt om te wassen, omdat hij zo dik is. En omdat hij eigenlijk bijna mouw een stuk is. Dus deze doe ik ook gewoon maar weg. Heel zonde, maar ja. Het is niet anders. Ga ik hier even mijn werkkleren. Nou, ik ga ze natuurlijk niet weg doen. Die moet ik officieel inleveren. Maar ik moet ze meteen wel even reorganiseren. Allemaal, want het ziet er echt niet meer uit. Nou ja, ik vermoed niet dat ik nu nog truien aan ga trekken, maar ik zal er toch een paar voor aan laten liggen. Want ik moet binnenkort ook inpakken voor vakantie en dan weet ik niet wat het weer gaat worden. Dus, en zeker omdat ik in de tent ga slapen, neem ik sowieso 2 truien mee. Waaronder die vliestrui en waarschijnlijk die zwarte. Maar goed, die neem ik echt altijd mee op vakantie. Ja, oké, okay. Hier moet ik wel even kritisch naar kijken, want deze heb ik laatst nieuw, nou ja, laatst, deze heb ik nieuw gekocht. Dus deze hou ik uiteraard. Zoals die hele oude, die ga ik zo vaak denk ik nou ook niet een lang mouwshirt onder een kort mouwshirt aan op mijn werk. Dus deze, ja, gewoon weg. Deze niet, die vind ik wel een leuk jurkje. Bij die, hier blauwe. Deze weg. Nou ja, dit kan ik natuurlijk niet weg doen, want dit ben ik gewoon verplicht om te bewaren. Ook al draag ik er geen. Ja, oké, deze draag ik echt alleen als het super koud is. En hier heb ik zelfs kleren liggen die ik niet eens pas van de Mako. Dat ze gewoon te klein zijn. Erg eigenlijk, hè. Dit is maar hier neergelegd. Ja. En wat is dit? Nee, ik denk dat Mako-kleren eigenlijk, ze vallen echt heel erg groot. Echt niet normaal. Dus echt, nou, je denkt dat een maat L gewoon een maat L is, maar dat is echt maatje tent, zeg maar. Dat is echt verschrikkelijk eigenlijk. Aan de ene kant is het goed voor jezelf. Lol, zeg maar, dat je gewoon weet dat je erin past. Tenminste, dat je maatje kleiner kan nemen, maar aan de andere kant is het ook weer zo van... Deze gaan dus vooraan. Nou, deze uiteraard. Deze, mijn band stops gaan natuurlijk niet weg. Mijn Iron Maiden, mijn Nirvana en mijn Led Zeppelin. Dit trek ik eigenlijk echt nooit aan. Het is een crop top. Vorig jaar 1 keer gedragen, denk ik. En die ga ik gewoon lekker weg doen. Dit bewaar ik gewoon. Dit is een jurk. Bewaar ik ook gewoon. Deze bewaar ik. En deze bewaar ik. Niets. Goed, weet je, ik draag tegenwoordig ook gewoon mijn hemdjes als stopje. Dus op zich. Kan het op zich ook wel gewoon. Oké, dan ga ik even kiezen welke ik achteraan wil neerleggen en welke ik vooraan. Ik leg 3 truien vooraan en de rest achteraan. Deze leg ik vooraan.
Deze niet. Nou, ik denk dat ik trouwens die wel vooraan leg. Deze leg ik vooraan. Deze niet. En deze wel. Nou, ik kan een werk leren daarbij. Daarbovenop. Nu verder naar dit gedeelte. Nou, deze hou ik, deze hou ik, deze hou ik ook maar, deze hou ik. Ja. Hier twijfel ik een beetje over. Nou, deze hou ik. Deze doe ik weg, want deze heb ik echt de hele tijd niet gepakt. Maar ik twijfel over deze, omdat die, ja, ik vind hem wel leuk, maar ik pak hem eigenlijk niet zo vaak. Goed, aangezien ik niet zo heel veel zwart en donkere broeken meer heb, moet ik eigenlijk wel. Zo. Ik ga gelijk maar dit doen. Dit is mijn sportshirt. Morgen aan. Morgen ga ik wandelen. Komt goed uit. Deze ook. Nou, dit bewaar ik maar gewoon. Dit pas ik gewoon nog. Tenminste, vorig jaar toen ik dit aantrok, paste ik dit nog. Dus deze bewaar ik gewoon als backup sportkleren. Deze ook. Dit zijn korte broeken. Dit is een rok. Dit is een korte broek. Oké. Ik ga even nadenken. Deze doe ik denk ik weg, want die is eigenlijk echt net te groot. Deze hou ik wel. Deze ook. Deze eigenlijk net. Ja, dan bewaren we gewoon. Nou, dit bewaar ik. Dit bewaar ik ook. Ik heb er nu een op de bank liggen die ik weg ga doen, denk ik. Wat ik die eigenlijk en te strak vind zitten en... Ik zal hem even laten zien en ik vind hem een beetje te challenge. Dit is namelijk deze. Die ga ik gewoon wegdoen. Nou, mijn cabrielegging die bewaar ik gewoon. Die leg ik even bij de zomerspullen neer. Deze bewaar ik ook, want dit is gewoon ideaal voor thuis als ik wel... Er zit namelijk een gat in precies bij mijn hoehoe. Maar die ga ik natuurlijk niet naar stage trekken. Maar het is wel handig als ik thuis op bezoek krijg en ik moet netjes maar... Ik hoef niet helemaal te bukken of zo. Zit gewoon prima. Mijn andere legging leg ik ook even daarbij. Want soms best lekker met warmer om een luchtige legging aan te trekken. Deze bewaar ik ook. Ook mijn zomerbroeken. En mijn wit joggingbroek bewaar ik ook. Zit gewoon goed. Wat is dit allemaal? Oh, dit zijn mijn nette kleren. Ja, die waar ik uiteraard. Mooi met kerst. Mooie zwarte rokken waar ik ook. Wat is dit? Een legging. Een legging. Hé, ik weet niet eens of ik zo'n legging zat nog. Die leg ik even achteraan weer, die peetkleding. Dit leg ik erbij. Maar die joggingboeken kunnen denk ik wel naar achteren. Daar kan ik hier gewoon lekker al mijn zomerbroeken en gewone broeken die ik naar stage en zo nog even. Nou ja, stage. Mijn stage is bijna af natuurlijk. Maar die ik gewoon voor het onderwijs of voor netjes, weet je wel, aan kan trekken. Dat is wel fijn. Ja, nu ik er toch naar kijk, denk ik toch ook deze weg doe. Nee, ja, ik bewaar hem toch nog even, want als ik hem nou echt niet goed vind zitten, dan doe ik hem de tijd wel weg.
denk dat ik deze weg ga doen. Nee. Als ik er zo naar kijk, doe ik dat toch nog niet. Ik denk dat ik er heel veel spijt van ga krijgen als ik die nu weg ga doen. Ik denk dat ik deze weg ga doen. Dan krijg je altijd zoveel pijn aan de benen van. En het zit niet... Ik heb hem al jaren, dus ik denk dat ik die weg doe. Sportkleren leg ik ook even achteraan neer. Deze weer vooraan. Die pak ik sowieso koste wat kost. Eigenlijk wel. Ik ga nu mijn shirts. En mijn onderkoek. Maar dat is niet zo. Dat ga ik niet uitzoeken verder. Wel, nee. Echt heel veel niet meer. Niet vergeten dat ik het daar heb neergelegd. Oké, de shirts. Nou, deze bewaar ik gewoon. Die zit gewoon goed. Ook al is het een beetje een zweetstofje. Ik vind het een heerlijk ding. Het is gewoon prima. Ik maak altijd stapel voor thuis en voor stage slash netjes. Deze moet ik zo meteen eventjes op een hangertje doen. Trouwens, ik heb er twee van. Als ik eerlijk moet zeggen, denk ik dat ik deze weg ga doen. Die andere met klikknopjes is en deze met draai, zeg maar, draaiknoop. Ja, met die gewoon dingetjes die je zelf dicht moet doen. En die andere kan je zo heel makkelijk in elkaar klikken. En deze niet. En aangezien ik heel graag lange nagels heb, moet ik daar ook wel graag even over nadenken. Zwarte basisshirt. Ik moet even goed gaan tellen hoeveel ik er heb. Want dan doe ik er een paar weg. 1. Dus een pyjama. Wat doet dit hier? Zoek ik zo meteen wel even een pyjama. Ik moet even kijken wat lange mouw en korte mouw is. Want ik leg lange mouw eventjes onderaan. Ook al is het best wel een luchtig ding. Deze wilde ik met schoenreizen aan, dus die leg ik heel even vast apart, want ze ligt dus meteen onderop op de stapel. Dus we niet hebben. Ik leg het sowieso even allemaal apart. Zo. Dat is 2. Ja, ik denk dat ik deze gewoon bewaar. Deze uiteraard ook. Tas 3. Maar dan met een hondenhals. Niet met een... Deze bewaar ik. Deze bewaar ik ook. Wat is er? Koekjes! Oh, ik wil een antwoord van mama, thanks. Oh, als ik mag je cadeaus pas. Geef als jullie bewaar. Maar. Oh. Ja, is goed. Ik kan het toch ook van jou krijgen. Dus. Ja. Thanks, hom. Zeg even hoi tegen de kijkers. Oh, ik hoop gewoon straks het testje. Ja, dan ga ik in. Nee. Doei, schat. Dat is een lange mouw. Die ga ik ook bewaren. Deze bewaar ik. Wat is dit? Oh, dat is mijn Spencer. Nee, dat is niet mijn Spencer. Volgens mij heb ik die echt al weg gedaan eigenlijk. Nu ik erover nadenk. Dit is nummer 4. Met driehoekhals. Die doen we gewoon weg. Deze bijna naar inzien doe ik ook gewoon weg. Ik vind hem eigenlijk, ja, het is prima, maar. Nee, ik bewaar hem toch maar. Het weet maar nooit. Oké, dit is dan mijn thuishoek. En het is allemaal door elkaar gegaan, aangezien ik niet bij mijn kledingkast kon. En ik heb toen de tijd alles gewoon maar een beetje bij elkaar getiefd. Goed, deze bewaar ik, want die heb ik pas net in mijn kast. Nou, deze bewaar ik ook. Mijn bandshirts, die doe ik never nooit weg. Ook al pas ik ze niet meer, blijf ik ze gewoon in. Het is ook een bandshirt, die bewaar ik ook.
Ik denk dat deze wel weg kan. De vest. Voor stage trouwens. En niet voor privé. Dus die doe ik even hierbij. Maar dit is een driekwart ding. Dus die leg ik even zo. Bovenop, dat is een lange mouw. Korte mouw. Lange mouw. Ja, deze blijf ik ook gewoon. Deze zit gewoon echt super lekker en is gewoon nog steeds goed. Dus die gaan we niet wel doen. Deze bewaar ik ook. En het is ook allemaal een soort, dus een ronde half, dus die bewaar ik wel. Dit is een Spencer, die pak ik eigenlijk nooit meer, dus deze wel. Ik ga wel gelijk even pyjama doen. Deze kan nu voorhouden. Deze moet er nog eens achteraan blijven. Harry Potter pyjama doen we ook eventjes niet weg. En deze, dus dezelfde als die andere blauwe, maar die doen we ook niet weg. Want ze zijn gewoon prima voor pyjama's en zo. Ik moet deze eventjes zo. Doen we dit weer eventjes hiervoor. Ik ga ook nog even mijn sokken doen. Kijken welke deur compleet zijn en welke niet. Ja, mijn sweating sok, ook al is die niet compleet, die ga ik gewoon echt niet meer doen. Deze doe ik wel, want die is al de hele tijd niet compleet. En ik ben heel erg bang dat ik hem ook niet meer ga vinden. Doe deze gewoon weg. Nee, trouwens niet, want het is paars. Is wel leuk voor paars en vrijdag om te bewaren. En die zakken zijn altijd een beetje moeilijk om in elkaar te krijgen.
dit doen we weg. Panties zijn altijd goed om te bewaren. Doen we weg. Mijn broertje komt steeds binnen, sorry daarvoor, maar... Oké, dit zijn dus de dingen die ik nog heb. Ik ga toch even kijken of ik toch niet een paar weg ga doen. Zien ik ze eigenlijk bijna nooit eens pak. De panties die waren gewoon allemaal, die zijn eigenlijk altijd handig. Deze doe ik denk ik weg. Deze worden te klein, dus die heb ik ook weg. Over deze. Gaat ook voor die andere katten sokken. Helaas, mijn pijn en moord gaan ze weg. Maar ik pas ze gewoon. Ja, ze zitten eigenlijk gewoon net te krap. En dat vind ik zonde van mijn voeten, zeg maar. Dus dat gaat weg. Ik ga nu even canvas tasjes doen. Ik denk dat ik ze eigenlijk allemaal stiekem wel ga bewaren. Maar... dat heb ik mijn zusje er ook wel mee gedaan. Nou, maakt niet uit. Dan doe ik het even niet. Oh ja, we zouden dit nog doen. Die riem die ik bij de Primark heb gekocht, die doe ik weg. Want die past niet eens. Een badjas doe ik ook maar gewoon weg, want ik pak hem echt letterlijk nooit. Als ik het koud heb, dan pak ik wel, doe ik 3 lagen over elkaar aan. En dan vind ik het ook goed. Kom op. Dus deze pak ik nooit. Deze heb ik ooit op een rommelmarkt gekocht, pak ik eigenlijk ook nooit meer. Een vest, dat zal bewaar ik wel. Deze doen we weg. Deze doen we ook weg. Deze doen we weg. En de rest laat ik hangen, want dat is volgens mij niet van mij. Dus... ja, eindresultaat hoef ik niet echt te laten zien, want ik denk dat jullie er wel een beeld van hebben. Van hoe enigszins de kledingkast eruit ziet. Dus dan sluit ik bij deze voor jullie de vlog af. En zie ik jullie graag bij de volgende. De vlog. De kledingvideo. Tot de volgende. Doei!